Goedemiddag. Eergisteren besloot het kabinet een bijdrage te leveren aan de strijd tegen ISIS in Irak. Een van de moeilijkste besluiten die je als regering kunt nemen. Het uitzenden van, in dit geval, zo'n 380 militairen naar een gevaarlijk gebied. Het is ook goed vast te kunnen stellen dat een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer zich nu al positief heeft geuit over deze missie. Onze mannen en vrouwen mogen zich daardoor straks gesteund weten. Maandag zal de commandant der strijdkrachten de Kamer nader informeren over de achtergronden en operationele aspecten van de missie. Donderdag spreekt de Kamer een politiek oordeel uit. ISIS bedreigt wereldwijd onze manier van samenleven. En ook daarom zie je wereldwijd een coalitie ontstaan die aan die tirannie en aan dat brute geweld een einde wil maken. Wat daar gebeurt, raakt ons hier. En de beslissing militair mee te doen, zet daar nog eens extra het licht op. We zijn ons in Nederland al geruime tijd bewust van het risico van jihadisme. Voorzorgsmaatregelen zijn en worden genomen. Politie en veiligheidsdiensten zijn alert. Waakzaamheid is geboden. Maar natuurlijk moeten we wel normaal doorgaan met de dingen van alle dag. Dat we in één wereld leven werd voor mij gisteren nog eens onderstreept toen ik in Amsterdam was bij de ondertekening van de participatieverklaring door een groep vluchtelingen, een groep nieuwkomers. En met die verklaring geven zij aan te weten waar Nederland voor staat, naar een bijdrage aan te willen leveren. De rechtsstaat, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, homo en hetero. Meedoen aan het bouwen van die samenleving. En een van hen was een Syrische kok uit Aleppo, die me vertelde dat hij op de vlucht was geslagen voor het extremistisch jihadisme wat we daar zien. Hij was dolblij dat hij het had gered, dat hij in dit land terecht was gekomen en werd opgevangen. Maar hij was natuurlijk ook vol van zorgen over de honderdduizenden die daar achter zijn gebleven en of op de vlucht zijn. Nederland vangt veel vluchtelingen op uit Syrië. Collega Teven heeft vandaag de laatste cijfers bekendgemaakt en aan de Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de asielzoekers op dit moment uit Syrië afkomstig is. Mensen uit oorlogsgebied, mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten. Mensen die we hier moeten en kunnen opvangen. Uiteraard zet dat grote druk op de IND, op de COA. Veel opvanglocaties moeten worden geopend of heropend. Maar we staan in Nederland voor een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Er zal altijd opvang zijn voor mensen die niet veilig zijn, die hun land moeten ontvluchten en hier in aanmerking komen voor een verblijfstatus. Maar daarnaast zetten we volop in, ook op het verlenen van directe noodhulp daar, in de regio. Voor de grote groep vluchtelingen die we zien aan de Turks-Syrische grens, maar ook voor diegenen die in Irak het geweld van ISIS ontvluchten. Voor hen is extra inspanning nodig. Uit het nieuw opgerichte, bij de begroting gepresenteerde noodhulpfonds hebben we 30 miljoen euro vrijgemaakt voor hulp aan Syrische vluchtelingen en 10 miljoen euro voor vluchtelingen uit Noord-Irak. Dat komt bovenop de ruim 90 miljoen die we eerder voor deze regio beschikbaar hebben gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, Nederland en de rest van de internationale gemeenschap, om deze mensen die een veilig heenkomen zoeken voor het geweld van de burgeroorlog, voor de gruweldaden van ISIS, de helpende hand te bieden. Dank. Wie als eerste in de vragenronde? Meneer Asscher, gisteren was het bericht dat het kabinet of het ministerie van Defensie militairen adviseerde om hun uniform niet meer in het openbaar vervoer aan te doen. Vandaag is het bericht helemaal niet meer aan te doen in het openbaar. Waarom? We nemen maatregelen die noodzakelijk zijn in deze tijd. Dat kan maatregelen zijn om uitreizigers tegen te houden of om mensen op te pakken die aan het ronselen zijn. Dat hebben we de afgelopen weken gezien. Er worden ook voorzorgsmaatregelen genomen. Dit gaat hier om een voorzorgsmaatregel van Defensie, die ze hebben genomen in overleg met de NCTV. Dat wordt nodig geacht. Ik ga geen commentaar leveren op de gronden daarvoor. Ik stel wel vast dat het verder geen reden is om voor ons allemaal niet gewoon door te gaan met het leven van elke dag. Een paar jaar geleden zei het ministerie van Defensie, de overheid tegen militairen, doe vooral je uniform aan, ook in het openbaar vervoer, in het openbare leven, zodat de krijgsmacht zichtbaar wordt in de samenleving. En nu gaan we daar vechten en dan zeggen we, doe het maar even niet.
Ja, dat is ook helemaal niet leuk voor militairen. Die zijn trots op wat ze doen en dat mogen ze ook zijn. En we zijn als Nederlanders denk ik ook trots op de mannen en vrouwen die dat voor ons doen. Maar we hebben het wel zo afgesproken dat we diensten hebben, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor het nemen van noodzakelijke maatregelen. En daar horen ook voorzorgsmaatregelen bij. Defensie heeft het verstandig geacht deze voorzorgsmaatregel te nemen. Dat hebben ze gedaan in overleg met de NCTV. Dat betekent dat dat nu even zo is. Ik sprak de afgelopen dagen, 2 dagen, een aantal militairen. Die zeiden tegen mij, juist nu doe ik mijn uniform aan. Wat zegt u tegen die mensen? Ik begrijp dat heel goed en ik vind het ook een hele mooie emotie. Het is ook niet een verplichting die is opgelegd, er is een advies uitgevaardigd. Dat heeft men verstandig geacht, ik heb daar al het een en ander over gezegd. Die dingen die nodig zijn, gebeuren nu. Dat kunnen maatregelen zijn tegen iets acuuts, dat kunnen ook voorzorgsmaatregelen zijn. Hier gaat het uitdrukkelijk om een voorzorgsmaatregel. En degene die wij met z'n allen hebben aangewezen om dat soort adviezen uit te vaardigen, die hebben ook die verantwoordelijkheid. Minister Opstelten zei tegen ons vandaag, let even op, kijk uit je doppen. Is dat genoeg? Hier geldt dat we met z'n allen waakzaam zijn. Nederland is niet voor het eerst geconfronteerd met de dreiging van extremisme. Helaas is dat al veel langer het geval en zal dat ook nog wel even zo blijven. Nu we meedoen aan die missie, erkennen we dat dat ook leidt tot een verhoogd profiel onder jihadisten. Daar zijn de diensten op voorbereid. Die doen dus ook wat nodig is. En voor ons allemaal geldt dat als je iets ziet wat niet klopt, dat je dat meldt aan de politie. Er is gevraagd aan burgemeesters om op te letten, aan scholen en de moslimgemeenschappen. Als er dingen gebeuren die niet kloppen, meld dat. Maar voor het overige moeten we vooral doorgaan met ons leven en ons ook niet gek laten maken. Edwin van der Aa, Algemeen Dagblad. Ja, ik heb hier ook een vervolgvraag op. Meneer Ascher, gaat u als minister nog wel eens met de trein? Ik rij eigenlijk nooit met de trein. Dat is in dit beroep. Ik wel. Zelf. Moet ik banger zijn dan vorige week om met de trein te gaan en me op station te begeven? Nee, we moeten gewoon ons leven leiden en waakzaam zijn. En we hebben niet voor niets veiligheidsdiensten aangesteld om maatregelen te nemen die nodig zijn. En als zij een advies geven, dan is dat op grond van wat zij verstandig vinden. Maar als zij dat advies niet geven, dan moeten we ons dus ook niet bang laten maken. Uit documenten blijkt dat de NCTV samen met de NS de laatste jaren een aantal grote stations en belangrijke knooppunten al extra met camera's heeft beveiligd. In het ergste scenario wat hen kan worden opgelegd, is er sprake van een terreuraanslag. Die voorzorgen, zijn die terecht? Onze diensten nemen maatregelen die noodzakelijk zijn voor onze veiligheid. Het gaat om zichtbare maatregelen en onzichtbare maatregelen. Ik lever geen enkel commentaar op welke maatregelen dat zijn. Zullen we binnen enkele weken gaan zien, net als in Engeland, wanneer je daar in Londen bijvoorbeeld met de trein gaat staan van die mannen met mitrailleurs? Gaan we dat ook in Nederland zien de komende maanden? De diensten zullen doen wat nodig is en we zullen met elkaar doen wat nodig is. Op dit moment is daar geen aanleiding voor, maar op wat als vragen over de toekomst is het meestal niet verstandig om te gaan speculeren. Ja, Bjons. Meneer Ascher, veiligheidsdeskundigen zeggen dat een uniform op straat af en toe, dat ook de weerbaarheid van een samenleving uitstraalt. En veiligheidsdeskundigen zeggen ook, als een terrorist militairen wil aanpakken, dan houden ze zich op bij een kazerne. Met andere woorden, de maatregel die nu is genomen, die is niet echt effectief. Dat mag zo zijn. Het staat alle deskundigen altijd vrij hun opvatting te verkondigen. Hier gaat het om de maatregelen die Nederland treft, zichtbare en onzichtbare maatregelen, doen wat nodig is voor onze veiligheid. Daar hoort ook bij, in sommige gevallen, voorzorgsmaatregelen. Hier gaat het om een maatregel van Defensie, genomen in overleg met de NCTV. Maar doe je op deze manier niet juist waar terroristen op uit zijn? Nee, wij laten ons verder niet gek maken, maar we nemen maatregelen die we verstandig vinden, die noodzakelijk zijn. Daar horen ook voorzorgsmaatregelen bij. Ik ga niet een discussie aan over de aard van die maatregelen, nog over de aard van beveiliging, nog over de overwegingen van onze diensten. Het is denk ik juist heel verstandig om de professionals die daarvoor zijn in positie te houden om de maatregelen te nemen die nodig zijn. We hebben dat de afgelopen weken ook op een aantal punten gezien dat ze dat ook doen. Dat ze daar ook heel goed toe in staat zijn. Het is belangrijk om te weten dat men is voorbereid, dat men alert is en dat wij verder vooral gewoon doorgaan met ons leven. Is het denkbaar dat een volgende stap is dat ook politiemensen niet meer in uniform op straat kunnen? Lijkt mij niet denkbaar.
Maar in algemene zin geldt hiervoor dat je geen antwoord moet geven op vragen over, is dit denkbaar? Wouter de Winter. Meneer Asscher, is het niet gewoon een beetje de omgekeerde wereld wat hier nu aan het gebeuren is? Dat de mensen die voor een organisatie wensen, werken die onze veiligheid verdedigt in het buitenland, daar ook gevaar lopen, dat die mensen zich nu moeten gaan verstoppen in hun eigen land, omdat we daar iets aan het doen zijn? Niemand hoeft zich te verstoppen, maar Defensie heeft dit advies gegeven als een voorzorgsmaatregel. In overleg met de NCTV. Overigens zie je dat dat ook in meer landen in Europa gebeurt. Er zijn natuurlijk ook contacten over internationaal. Militairen vinden dit niet leuk. De samenleving wil juist ook trots kunnen zijn op onze mannen en vrouwen. Maar als een voorzorgsmaatregel noodzakelijk wordt geacht, dan zullen we die treffen. Maar zegt het niet ook iets over de mentaliteit in een land? Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dan zie je daar heel vaak militairen in uniform die ook de nodige lof krijgen van de bevolking. Hier verstoppen we ze liever, omdat we bang zijn dat ze anders iets wordt aangedaan. Wat zegt dat over de situatie in het land op het moment? Het zegt dat we ons bewust zijn van de tijd waarin we leven. Dat we die maatregelen nemen die we nodig vinden voor de veiligheid in Nederland. We zijn alert. We hebben hier een substantieel niveau van dreiging. Dat is al 18 maanden het geval. En dat heeft consequenties. En in dit geval is er een advies gegeven tot een voorzorgsmaatregel. Advies van Defensie zelf. In overleg met de NCTV. Hoe glijdend is die schaal? Want die mensen die ISIS aanhangen, die vinden ook dat vrouwen zich geloof ik helemaal moeten bedekken in een kleed. Homo's worden al, die zijn geen lang leven beschoren. Wat is de volgende stap? Want als we onze eigen militairen, die verantwoordelijk zijn voor de landsverdediging, al moeten verstoppen, kunnen normale burgers dan hier nog wel hun leven leiden? Marokkaanse homo's bijvoorbeeld, die waarschijnlijk ook niet applaudisserend reacties krijgen uit die sympathisante hoek. Nou, dat is juist wat hier ook op het spel staat. Waarom het zo belangrijk is om ook internationaal ISIS te bestrijden. Dat is een van de redenen dat Nederland heeft besloten daar een bijdrage aan te leveren. Onze manier van leven, onze vrijheid, de vrijheid om te zijn wie je bent. Dat is nou precies waar ISIS het tegenovergestelde van wil. Wat ze ook op een beestachtige manier in de praktijk brengen in Syrië en in Irak. We zien ook dat ze de ambitie hebben om dat daar niet toe te beperken. Dat men overweegt dan wel initieert om aanslagen te plegen elders. Dat vormt de bedreiging. Dat is ook de reden dat we daar hebben besloten een bijdrage te leveren. Die vrijheid van Nederland, die zullen we altijd verdedigen. Die zal ik altijd winnen. Maar in het openbaar militair zijn, dat hoort kennelijk niet bij die vrijheid. Dit gaat hier over een voorzorgsmaatregel die, naar we mogen aannemen, tijdelijk van aard zal zijn. En ik vind, in een tijd als deze, moeten we gewoon doorgaan met ons leven. Maar we hebben instanties aangewezen met professionals die de hele dag niets anders doen dan waken over uw en mijn veiligheid. En die geven adviezen. En die adviezen neem ik serieus. Het is belangrijk om hier aan te geven dat het een voorzorgsmaatregel betreft. Niet meer en niet minder. Frits, was er aanvullend? Ja, nog even. Maar ik zit naar u te luisteren, maar eigenlijk zegt u dat er zoveel mensen zitten in het openbaar vervoer, elders in de samenleving, die gewoon Nederlanders, militairen, anderen, gewoon iets aan willen doen. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat alle militairen gewoon een soort undercover moeten. Dat zeg ik niet, want ik ga namelijk niet in op de gronden die liggen onder het advies van Defensie. Zij hebben dat advies gegeven. Dat is een bevoegdheid die Defensie heeft. Ze hebben dat gedaan in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die dat als voornaamste taak heeft. Het gaat hier om een voorzorgsmaatregel die bezien moet worden ook in het licht van internationale ontwikkelingen, hoe andere landen daarmee omgaan. Ik ga verder niet met u speculeren wat daar verder allemaal van gedacht moet worden. Maar uit het feit dat ik zeg dat het een voorzorgsmaatregel betreft, mag u ook afleiden dat er geen concrete dreiging is. Er is geen concrete, imminente dreiging. Geen concrete dreiging. Geen. Er is geen concrete dreiging, geen acute imminente dreiging. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. En die wordt genomen op advies van Defensie in overleg met de NCTV. En toch zegt de overheid, doe je pak maar even uit. Defensie heeft het advies uitgebracht om in het openbaar vervoer en daarbuiten nu het uniform niet te dragen. Een advies dat ze hebben uitgebracht. Dat is ook hun taak om dat soort adviezen te geven in overleg met de NCTV. Nogmaals, ik weet dat militairen terecht trots zijn op hun vak. Daar mogen met z'n allen trots op zijn. Maar als maatregelen nodig zijn, ook voorzorgsmaatregelen, dan moet je dat serieus nemen. Maar dit gaat toch wel heel ver. Ik bedoel, hij is net achter de rug, maar neem volgend jaar. Stel dat die maatregel nog doorgaat. Die F-16 gaan een jaar daar naartoe. Die 4-daagse in Nijmegen. Gaan de militairen dan ook niet meer meedoen of zo?
Ik ga niet naar stel volgend jaar. Dit is een maatregel die nu nodig geacht wordt. Een voorzorgsmaatregel. Ik ga niet speculeren wat er in de toekomst kan gebeuren. Maar militairen zijn toch bij tal van evenementen zichtbaar in onze samenleving. Dat kan zijn bij de halve marathon van Egmond. Het kan zijn daar, waar ze allemaal diensten verlenen in uniform. Gaan we dat ook allemaal niet meer doen? Nee, waar dat nodig is dat ze ook als militair zichtbaar optreden in de samenleving, zullen ze dat gewoon blijven doen. Het gaat hier over wat militairen in hun vrije tijd of reizend in het openbaar vervoer dragen. Dat is een advies wat Defensie heeft uitgevaardigd als een voorzorgsmaatregel. Dat hebben ze niet eigenstandig gedaan, maar ook in overleg met de NZTV. Ik vind het niet zinvol om nu te speculeren over wat er over een jaar zou kunnen gebeuren. Over andere onderwerpen, ik heb het idee dat we dit zo'n beetje hebben afgerond. Fons Kogelmans. Kunnen de contractplaatjes die het kabinet vorige week heeft gepresenteerd in gevaar komen als pensioenfondsen nog niet in slaag zijn om premies volgend jaar te maken? Het Centraal Planbureau heeft nog heel recent die ramingen uitgebracht. Dat gaat er dus vanuit dat een verlaging wel degelijk mogelijk is. Het is ook in het belang van de werkgevers en de werknemers. Dat leidt tot koopkracht, goed voor de economie, leidt tot loonruimte. De werkgevers en de werknemers hebben nogal een grote C in het bestuur van die pensioenfondsen. Dus ik ga er vooralsnog van uit dat die raming van het Centraal Planbureau reëel zijn. Het is in hun belang om die premiedaling, die mogelijk is, ook te laten plaatsvinden. We hebben nu geen reden om te denken dat het anders zou zijn. Bart de Winter. Een ander onderwerp, meneer Ascher. Wanneer is het kabinet het eens over de autobrief? Op het moment dat we u daar verslag van uitbrengen, zijn we het eens geworden. Dat worden we ook natuurlijk bij de herziening van het belastingstelsel. Die was ook eerder aangekondigd, dat niet op te wachten. Ik hoorde iemand uit de coalitie deze week zeggen dat het misschien wel volgend jaar kan worden, voordat duidelijk is wat er in de brief moet komen. Gaat het zo aan de deur? Daar kan ik u niets over zeggen. Dat staatssecretaris Wiebes die zal TZT u daarover informeren. Ja, dat betekent wel dat veel ook de bezitters, maar ook de verkopers, in de tussentijd in onzekerheid blijven. Het gaat dus wel over maatregelen in 2016. Maar zijn mensen bijvoorbeeld verzekerd van de voorwaarden die ze nu afsluiten voor de periode na 2016? Moeten ze wachten tot die brief verschijnt? Ik kan geen mededelingen doen over een brief die er nog niet is. Dus ook niet over de inhoud daarvan. Staatssecretaris Wiebes zal aangeven wanneer die brief klaar is. En dan zal die ongetwijfeld in de Kamer en in uw krant behandeld worden. Is het verstandig om nu een auto te kopen met een bepaalde bijtelling die nu nog gunstig uitpakt, maar misschien straks niet meer? Ik heb de afgelopen jaren één les heel goed geleerd. Je moet oppassen mensen te adviseren over de aankoop van een auto. Dat moeten ze helemaal zelf beslissen. Als je daar ruimte voor hebt, moet je het vooral doen. Heb je die ruimte niet, dan doe je het niet. En ik denk dat mensen de kleur, het model, het type heel goed zelf kunnen bepalen. Gaat het banen opleveren? Of het banen gaat opleveren? Het kopen van auto's? Nou ja, we hebben eind vorig jaar een enorme spurt gezien in de autoverkoop. We wisten wel dat dat een tijdelijk effect was. Je ziet nu dat het vorige kwartaal toch weer 0,2% meer groei liet zien dan eerder wat verwacht. Dat zijn banen. De ene laatste vraag, ga je gang. Premier Rutte en een aantal collega's van u waren deze week in New York. Ik was even benieuwd, hè, dus ook weer een persbericht, hè, dat de windparken gebieden zijn aangewezen. Bent u tevreden over wat er op de klimaatconferentie is bereikt? Hè? Er zijn weer wat goede voornemens aangekondigd. Maar dat zijn vaak loze, eigenlijk loze beloftes gebleken. Bent u tevreden wat er is bereikt in New York? Over wat er in New York exact bereikt is, daar zullen de bevoegde bewindspersonen het over hebben. Maar voor Nederland is het natuurlijk een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Om allerlei redenen. Omdat we zien dat Nederland bedreigd wordt door een stijgende zeespiegel, heel direct. Omdat we er belang bij hebben, ook geopolitiek, om niet zo afhankelijk te zijn van alle exporteurs van fossiele brandstoffen. Dus we hebben in het regeerakkoord ook hele ambitieuze doelstellingen opgenomen. Er is een ambitieus energieakkoord gesloten. In dat licht is het heel goed nieuws dat minister Kamp nu voorstellen heeft gedaan tot een nieuwe inrichting van die windenergie. Dat bespaart de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl het sneller gaat dan was afgesproken in het energieakkoord. Uiteindelijk hebben we natuurlijk nodig dat er wereldwijd afspraken worden gemaakt die bindend zijn. De eerste stap daarvoor is Europa. Volgende week spreekt Europa over de klimaatdoelstellingen. Daar zal Nederland vanzelfsprekend ook zijn ambitie laten zien. En dat moet dan volgend jaar in Parijs leiden tot wereldwijde afspraken.
Ik zit even naar het kaartje te kijken wat verspreid is nu. Waarom is die schaal zo veranderd? Die lijnen die daar staan over die windmolens, die kloppen van geen kant. Dan lijkt het heel ver uit de kust te staan, 18,5 kilometer. Het stukje tussen Harlingen en de Schellingen is ongeveer 38 kilometer. Dit kaartje is... Ja, klopt niet. Waarom stelt u dat ze voor? Wat ik weet is dat het gaat over de 12-mijlslijn. Dat is ruim 22 kilometer. Bij de kust van Nederland dan hier wordt voorgesteld. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb het kaartje niet getekend. In dat geval behoeft het correctie. Het gaat in ieder geval om een afstand van 22 kilometer versus 18 kilometer. Dat is een flinke afstand. Of het daar juist geprojecteerd is, weet ik niet. Als dit niet klopt, bent u bereid een nieuw kaartje te sturen? Vanzelfsprekend. Oké, wachten we dat af. Oké. Het kan wel iets dichter voor de kust hè, dan in de oorspronkelijke plan. Dus daar zijn natuurlijk ook veel kustgemeentes zijn er tegen. In het voorstel van Kamp kunnen we al vrij snel beginnen bij Borselen. Daar gaat het over buiten de 12-mijlslijn. Dus dat is conform de eerdere afspraken. En er wordt studie gedaan naar de vraag of er later mogelijk ook op de 10-mijlslijn gebouwd moet worden. Dat is nog steeds een enorme afstand. Maar er wordt zorgvuldig naar gekeken. We hoeven daar niet op te wachten, want in 2015 zouden we al bij Borselen kunnen op de afstand die eerder was overeengekomen. Laatste vraag, Julius Verzager. Ja, ik wou nu vragen. Het aantal asielvragen is verdubbeld. Maar wat betekent dat? Betekent dat we die asielvragen aankunnen? Dat staat er allemaal in het team. Dus die kunnen zo'n woord verdubbeld. Ja, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Nou ja, je ziet dat een direct gevolg is van wat er in de wereld gebeurt. Meer dan de helft van die vluchtelingen, van die asielaanvragen, zijn mensen die uit Syrië op de vlucht slaan. Je ziet gigantische aantallen in Turkije. Echt nog weer heel veel groter dan wat er hier gebeurt. Nederland heeft het altijd als taak gezien om verantwoordelijkheid te tonen. Dat zal soms moeilijk zijn. Er zal creatief moeten worden gezocht naar opvangmogelijkheden. De staatssecretaris is daar druk mee doende. De gemeenten zijn daar druk mee doende. Maar we zijn het wel aan onze stand verplicht om dat netjes te doen. En kunnen we dat aan? Dat kunnen we aan.